En net hoorden we al dat er vanavond dus een uitgebreide discussie over gisteravond plaatsvindt in de stedelijke commissie. Althans, een feitenrelaas vanuit de burgemeester en vragen vanuit de raad. Burgemeester Henk-Jan Meijer die zal dus informatie geven wat er gebeurd is. En de raadsfracties die hebben gelegenheid om dan vragen te stellen. Gisteravond heeft de burgemeester besloten, wat ik al zei, om een noodbevel af te geven en toestemming te geven om de ME in te zetten. Hij is nu aan de telefoon. Burgemeester Meijer, goedemiddag. Goedemiddag. Hadden de ongeregeldheden van gisteravond voorkomen kunnen worden? Ja, met heel veel inzet van ME misschien. Maar ik denk dat het eigenlijk onvermijdelijk was dat als er mensen met alleen maar de bedoeling om rellen te schoppen naar de binnenstad komen, dat er ongeregeldheden ontstaan. Ja. Daar straks even over verder, over hoe dat tot stand is gekomen en welke beslissingen er dan worden gemaakt. Van tevoren een paar feitelijkheden misschien op een rij zetten, als u die heeft. Weten we iets over de schade die is ontstaan gisteravond? Nee, dat moet nog geïnventariseerd worden. Ik denk dat het in ieder geval wel in de enige duizenden euro's zal lopen. Maar ik heb daar niet precies een overzicht van. Ja. Het is deels aan winkelruiten, deels ook aan een slagboominstallatie bij het MST. Deels straatklinkers en straatmeubilair. Van oudjaar weten we dat het dan al gauw 10.000 euro passeert. Zijn er arrestaties? Zo'n wilde gok hoor. Zijn er arrestaties geweest gisteravond? We zijn uiteindelijk, dat was de stand zoals ik rond het middaguur hoorde, en er wordt nog op basis van camerabeelden verder bekeken, zijn uiteindelijk 21 aanhoudingen geweest. 21. Dat is een deel van de groep die dan door de stad trok, denk ik. Want dat leken er meer op de beelden, laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja, niet iedereen is aangehouden. Dan ben je met twee mensen of zo met één persoon bezig die aangehouden wordt, terwijl er achter je allerlei andere dingen gebeuren. Ja. Dus het was deels ook een pitch inzet om inderdaad de grootste raddraaiers van Balen, om die wel op te pakken. En verder om de groep toch ook zoveel mogelijk te verspreiden. Heeft u een beeld van die relschoppers? Wat zijn dat voor mensen? Ja, natuurlijk is dat wel mooi om daar achter te komen, omdat we aan de voorkant ook niet precies wisten wie hiertoe opgeroepen had. En wil je het in de volgende keer voorkomen, dan is het handig om degene die het organiseren te kennen. Het is een wat diverse groep, waarvan sommigen wel bekend zijn en anderen weer niet. Dus ik kan het niet zo één kwalificatie geven, maar we proberen daar nog wat dichterbij te komen. Dan heb je het denk ik ook over welke accounts op internet bijvoorbeeld oproepen tot het bij elkaar komen, hè? Ja, de politie heeft er ongetwijfeld allemaal middelen voor om daar dichterop te komen. Soms zijn mensen vinden het ook niet zo erg om hun identiteit te laten weten, anderen wel. Van de mensen die aangehouden zijn. Er zijn er ook nog een aantal beboet voor het negeren van de avondklok. Hebben we die gegevens dan wel. Zitten zij overigens nog vast of hoe gaat dat? Volgens mij degene die van geweldpleging zijn beschuldigd zitten nog vast. Maar dit zijn echt, kijk, ik ga zelf over de openbare orde. Mm-hmm. En mag beslissingen nemen over de inzet van de ME en een noodbevel. Maar de hele afhandeling is een politie, openbaar ministerie zaak. Dus dan kan ook beter maar rechtstreeks aan die personen gevraagd worden. Over zo'n noodbevel. Gisteren, we spraken net ook even met raadslid Ben Sanders. Gisteren rond de middag waren al geluiden dat er 's avonds, eerst zou er om 9 uur op de Oude Markt een bijeenkomst zijn. Toen werd dat verplaatst naar 8:30. Uiteindelijk is er om 8:30 een groep ontstaan, schrijft u zelf in een mail, van een beetje 100 mensen. En ontstond er een grimmige sfeer en toen is de ME in gezet. Is dat achteraf gezien te laat? Welke overwegingen spelen er op dat moment om wel of niet in te grijpen in zo'n situatie? Ja, nou, de situatie was vrij onduidelijk. Je hebt soms voetbalwedstrijden en dan is het even iets meer duidelijk dat er publiek op afkomt uit publiek. En daar heb je soms aanwijzingen om iets te doen. Dan kan je aan de voorkant al een heleboel doen. In dit geval was het een oproep van anonieme mensen. En in het algemeen, maar ook kan de politie dat beter zelf vertellen, maar is in de escalatie, probeert men dan toch eerst in gesprek te komen met mensen en te vragen, wilt u weggaan? En dan niet op voorhand de ME in te zetten, want dan leidt het al direct tot escalatie. Ja. En ME inzet leidt over het algemeen ook tot schade. Dus het normale patroon van proberen in gesprek te komen met de platte petten, zeg maar de politie die niet een ME-tenue is,
is gehanteerd. Maar al vrij snel kwamen we achter dat dat onvoldoende was. En toen is de ME ingezet. Ga je daar al pontificaal staan met een heleboel busjes en ME, dan kan dat in ieder geval, het moment dat je het nog vreedzaam op kan lossen, is dan al voorbij. Daar is dus een bewuste afweging 's middags gemaakt om niet in ieder geval bij voorbaat al... Want er was natuurlijk ook al bekend vanuit bijvoorbeeld Eindhoven en Amsterdam dat het daar misging. Om te zeggen, we treden al met een grotere politiemacht op om te zorgen dat er in ieder geval geen groep bij elkaar komt 's avonds. Nou ja, bewust. We hebben de tactiek gebruikt die we meestal gebruiken. We kijken hoe het zit en we hebben ME achter de hand. Als we eerder met meer ME of met ME er hadden gestaan, zou niet voorkomen zijn, denk ik, wat er nu is gebeurd. Want dan was het direct begonnen met het kat-en-muisspel enzovoort. Want dan gaat die groep in beweging komen en gaat onderweg dingen doen. En wat zegt dat dan over? Dat is de afweging die gemaakt is. Wat zegt dat dan over, over bijvoorbeeld een eventuele herhaling? Er zijn nu ook geluiden over eventuele bijeenkomsten vanavond. Kun je dat dan überhaupt in de kiem smoren? En hoe dan? Nou, meestal probeer je contact in de groep zelf te krijgen. Deze groep is wat onbekender dan bijvoorbeeld een vaste groep supporters van een voetbalclub of zo. En dan probeer je via die leiders en organisatoren te proberen het aan de voorkant al af te breken. Je kan niet overal voortdurend grootschalige pelotons neerzetten. Zeker niet nu vanavond in verschillende steden dit soort voorwaarschuwingen zijn. Want? Dus je moet je informatiepositie op orde zien te krijgen. Ja. En dat kan vooral, nou, via aanhoudingen weet je misschien een beetje wie de organisatoren zijn. Ja. Dus dat is een methode om daar aan de voorkant te komen. Zo net spraken we met raadslid Sanders. Die vraagt zich af, het lijkt op beelden alsof de groep demonstranten, de groep railschoppers, die op een gegeven moment bij het ziekenhuis is, eigenlijk daar onbewaakt rondlopen. Hoe kan dat? Nou, dat moet echt uit evolueren. We zitten hier nu een dag... Nog geen dag na het gebeurde. We zijn nog voorbereiden op komende dagen. Ik heb nog niet het evaluatierapport van de politie. Maar het is natuurlijk wel zo dat ze worden opgejaagd. Ze zijn dan in groepen uiteengevallen. Niet achter elke groep gaat vervolgens weer de politie achteraan. Dat zij langs het ziekenhuis zijn gelopen was volgens mij geen doelbewuste actie. Maar het lag op de route. Ja. Dus ik zou graag met de raadslid Sanders dan vanavond daarover in gesprek gaan. Hoe kan het dan dat zo'n groep, dat niet achter elke groep aangegaan kan worden? Is er sprake van een capaciteitstekort op zo'n moment? Ja, ik zei het net al, ik heb de evaluatie niet. Als u dit soort vragen heeft, kunt u beter misschien de commandant van de politie vragen. Ik neem aan van wel, maar dat is natuurlijk gewoon speculeren van mijn kant. Mm-hmm. Maar ik zei, als de totale groep in kleinere groepen uiteen valt... kan het zijn dat er een groep zonder politie erachteraan verder gaat. Ja. Tot slot, meneer Meijer. In de mail die u schreef aan de raad gisteravond laat... staat ook dat er vanochtend op basis van een balans van de avond... wordt gekeken naar wat is de balans, wat is er gebeurd... en ook eventuele verdere maatregelen worden besproken om herhaling te voorkomen. Wat is daar uit het overleg gekomen in het kort? Nou ja, in de evaluatie toch, als je weer zoiets zou zijn... dat we toch de methode die we gebruiken van escalatie voorkomen... niet direct met de ME erop. Dat op zich zouden we dat weer zo gedaan hebben. Dat in evaluatieve zin. Verder ga ik hier niet te veel operationele informatie delen. Maar natuurlijk probeer je achter de identiteit van organisatoren te komen. En wat er vandaag ook wel heel erg meespeelt... is dat er landelijk... kijk, dit is in minstens 10 gemeenten ongeveer hetzelfde gebeurd... dat we landelijk kijken van wat voor tactiek moeten we hierop toepassen. Zijn er maatregelen die overal plaatsvinden? Kunnen we onze informatiepositie verbeteren? Dergelijke zaken komen uit zo'n overleg. Ja. Vanavond om 7:00 is dus de stedelijke commissie... waarin u in ieder geval gaat toelichten wat de informatie is vanuit uw kant... en worden er ook vragen gesteld. Tegelijkertijd zijn er wat geruchten over mogelijke ongeregeldheden om 7:00. Gaat u dat vanuit die kamer die wij nu daar zien... allemaal tegelijk die balletjes omhoog houden? Ja, kijk, prioriteit heeft openbare orde en veiligheid. Dus als op dat moment de aanleiding is om met de driehoek bijeen te komen... en niet met de stedelijke commissie,
dan zal ik mij verontschuldigen. Ja. Henk Jan Meijer, burgemeester van Enschede. Dank u wel en succes vanavond en de komende tijd ook. Ja hoor, graag gedaan.